Hoi allemaal, ik ben op dit moment mijn koffer aan het inpakken voor mijn vakantie naar Spanje. En ik had eigenlijk bijna alles al ingepakt en toen bedacht ik dat het misschien wel leuk was als ik jullie zou laten zien wat ik allemaal meeneem. Dus ik ga nu eigenlijk, hier zit heel veel in dit koffertje daar. Die komt trouwens van Action, die heb ik een paar jaar geleden gekocht. Daar zit heel veel in, die ga ik dus nou weer helemaal uitruimen en vervolgens weer inruimen, maar dat maakt niet echt uit. En dit zijn een aantal producten die ik er niet in kreeg. Laat ik hiermee beginnen. Ik ga gewoon van links naar rechts. Dit is een beschermende spray voor je haar van L'Oréal, van de Solar Sublime lijn. Ja, ik wil gewoon niet dat mijn haar beschadigd raakt door de zon. Ik wil gewoon de kleur die ik nou heb behouden en dan is dit echt een goede spray daarvoor. Verder natuurlijk nog zonnebrand. Dit is factor 30 van Soltan, dat is te koop bij Boots. Factor 50 voor het gezicht. Dit is factor 30 van Paula's Choice. Ja, hier heb ik nog een zonnebrand. Pak ik die even eerst van Vision. Het is factor 16. Maar hij werkt al echt heel goed en ook heel erg lang. Hij is sweat en waterproof. Dus ja, je moet er denk ik niet te vaak mee in en uit het water gaan. Want de werking wordt altijd al iets verminderd. Maar hij beschermt in ieder geval wel heel lang. Veel langer dan de meeste zonnebrand. De andere zonnebescherming. Dit is een gelspray van Wella. Die heb ik een tijdje geleden ontdekt. En vind ik echt veel fijner dan een haarlak. Dus die gaat ook mee. Dit is een shampoo, ook van de L'Oréal Solar Sublime lijn. En ja, het is ook gewoon om je haar dus te beschermen tegen de zon. Dit is een hele fijne After Sun van Herbalife. Er zit echt heel veel aloe vera in. Staat als tweede op de ingrediëntenlijst. En ja, dat is gewoon echt super lekker na het zonnen om je hiermee in te smeren. Verder nog een zeepje van Herbalife. Een deodorant van Sex and the City. Sunset. En nog zo'n flesje. Die komt volgens mij ook van Action vandaan. Ja, dat kun je vullen met water. En het is gewoon lekker om je daar even mee te sprayen. Als je in de zon ligt. Even voor koeling. En dan gaan we over naar wat hier ligt. Hier ligt natuurlijk mijn Naked 2 palet. Dat is de enige oogschaduw die ik meeneem. Omdat het gewoon, ja, je kan er gewoon zoveel kanten mee uit. En ja, het is gewoon echt een heel fijn palet. Dus die gaat absoluut mee. Dan ligt hier nog een borstel. Dat is verder niet interessant. En een haarklem. En dan wat er in dit koffertje zit. Dat is een hele hoop. Nou, allereerst is gewoon tandenborstel. Kwasten van Sigma. Een blending kwast en een schuin kwastje voor om eyeliner en oogschaduw onder je oog aan te brengen. In het Naked palet zit natuurlijk ook nog een oogschaduwkwast en een soort van blending kwast. Maar ik vind deze blending kwast van Sigma fijner, dus daarom gaat die ook mee. Een nagelvel van OPI. Pil. Scheermesje. Wattenschijfjes. Een voetcrème, die zat in de glossy box. Is van Alessandro. Geurtje van de Body Shop. Vind ik echt een heerlijke zomergeur. Dreams Unlimited. En dan de Sun Fresh versie. Ja, Sun Fresh. Oh, hier nog een wattenschijfje. Deze. Dit gebruik ik altijd in mijn haar om de slag te accentueren. Het is van Wella. Texture Gum heet het. En ik gebruik het echt al jaren. Dit is denk ik mijn derde potje. Het werkt echt heel zuinig. Het is zuinig in gebruik bedoel ik. En ja, vind ik gewoon super fijn om in mijn haar te doen. Een mascara. Van Evelyn Cosmetics. Die ben ik op dit moment aan het testen. Bevalt tot nu toe best goed. Dus hij gaat mee op vakantie. Een oogschaduwbasis van Elf. Normaal zou ik Too Faced Shadow Insurance meenemen. Maar die laat ik nou even thuis, want mijn moeder gebruikt die ook graag. Een lipstick van Tease. Dit is de kleur Daytrip. Echt een hele gave paars-roze kleur. Even kijken. Een nagellakje van de Color Club. Die heb ik nou ook op. Het is echt een fel neonroze lakje. Ook al komt dat niet echt over op de camera.
En verder nog twee minis van Dolf van de Purely Pampering als douchegel. Dagcreme is Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Om make-up te verwijderen van Sephora de Triple Action Cleansing Water. Want daar haal je gewoon je gezichtsmake-up mee af. Ook al heb ik die niet bij me. Maar gewoon daar reinig je gezicht mee. En ook het oogmake-up gaat ermee af. Yves Saint Laurent Touche Eclat als... of nou heet het volgens mij Saint Laurent Paris, heb ik me laten vertellen. Maar hier staat nog Yves Saint Laurent op. Touche Eclat als concealer voor onder de ogen. Dit is een potloodje van Lancôme. Gewoon een zwart oogpotloodje. Even kijken. Een gel liner van Inglot. En ja, verder zit er eigenlijk niet zo heel veel boeiendjes meer in. Dit is, ja, dit is trouwens nog wel een fijn product van Sampar, als ik het goed uitspreek. Het is de Equalizing Foam Peel. En het is een soort van... ja, hoe moet ik het... Het is een soort van scrub, maar dan zonder scrubdeeltjes. Dus het, met chemische ingrediënten. Dat klinkt een beetje eng, maar dat is het niet. Het is gewoon een scrub zonder scrubdeeltjes, zeg maar. En het werkt heel erg fijn. Dit is een proefje wat ik heb gekregen bij Sephora. Verder zit er nog vaseline in en een klein potje Nivea. En nog een geurtje van Escada voor als ik eens een keer wil afwisselen. Een blush van Ethos. En oh ja, ook nog een proefje van Lush. British Nanny. Moisturizer met SPF 30. Nog een... hoe noem je zoiets? Met een nagelknippertje en zo'n nagelsetje. En oorbellen, extra oorbellen. En dat was het wel zo'n beetje. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Dit is wat ik allemaal meeneem aan beautyproducten. En bedankt voor het kijken. Doeg!